Museum De Fundatie uit Zwolle heeft 8 schilderijen van kunstschilder Jan Kramer gekocht. De werken zijn nu al te zien in het paleis aan de Blijmarkt tijdens de tentoonstelling Kramer in verf. Onder de aangekochte schilderijen het vijfluik La Guerre Japonaise, beschouwd als het meesterwerk van Kramer. Dit is La Guerre Japonaise, de Japanse oorlog. Dat heb ik geschilderd, was ik 1960. Tentoongesteld in haar salon in Den Haag. En meteen wereldwijd beroemd geworden daarmee, want dat was een schilderij waar ik een miljoen vroeg. Miljoen gulden. Omdat het zeg maar dus een prijs was wat niemand nog in die tijd durfde te vragen. Omdat ik het zo mooi schilderij omdat ik het niet kwijt wilde. Ik wilde het zo houden ook, voorlopig. En nu is het toch verkocht. De fundatie kon de 8 Kramerwerken aankopen dankzij een schenking en financiële steun van de Bank Giro Loterij en de provincie Overijssel.